Goedenavond, dat was wel leuk van de auto, aflevering 119. We zijn vandaag in Bosstad bij het stadhuis. We gaan vanavond hebben dat, hoe gaat complotdenkers over de vaccinatie. En we gaan hebben over dat EK, want Nederland elftal heeft helaas verloren. En wat vind ik ervan, van het, dat Tsjechië heeft verloren? En gaan ze misschien winnen van de Olympische Spelen aankomende eind juli? En dit is natuurlijk de laatste aflevering van de auto. Dus dan gaan we even niet echt terugblikken, maar dan gaan we gewoon praten van wat hebben we deze seizoen beleefd. En we gaan hebben over reizigers die uit risicogebieden komen, zoals Spanje en buiten Europa. Die hoeven geen quarantaineplicht meer te doen. Dat is wel mooi. En ik hoor eerst Mitchell zijn verhaal. Remke, waar ga ik het over hebben? Tim is 20 van Enschede, is positief getest. En we gaan het over hebben. 500 jaar, de 5000 jaar oude verzamelaar heeft iets gevonden. En een 10 miljoen euro in een vrachtwagen gevonden. En we gaan het over hebben. Die andere was. Nou, we gaan terug naar de avond, Joop. Ja, goedenavond allemaal. Wat was even vanavond zo? Aflevering. Ja. Mooi beeld. Aflevering 119. Goedenavond, Mitchell. Goedenavond, Remco. Hoe is het met jou? Ja, goed. Wat heb je deze week gemerkt? Wat ik deze week heb gemerkt heb. Het is. Kwakkelijkend weer, zeg maar. Ja, ja echt wel. Ja. Dus van het een naar het andere, dan is het de onweersbui, dan is het de regen, dan is het de romen weer, dan is het 30 graden, dan is het. Maar deze week was best wel een grote week vergeleken met nu. Ja. Ik loop hier met mijn korte broek toe. Ja. En wat heb ik deze week gemaakt? Ja, natuurlijk, deze week is natuurlijk de laatste aflevering voor de avondshow voor 2000. Ja, nee, niet 2021, dat is nog mij niet. Maar voor dit seizoen is het voorbij. Ja. En dan beginnen Mitchell en Ilona samen met de zomershow, toch? Ja, klopt. En wat gaan jullie daar allemaal bespreken? Dat zien we dan wel. Dat kan wel niet vooruit zien. Maar dat gaan we mooi opzetten. Oh, leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Volgende week is het nog op hun kamer, zeg maar. Dus bij Mitchell zelf. Ja. En dan de week erop is het hier. Ja. Dus let's go naar het intro voor de laatste seizoen. Dit is alweer de tweede seizoen, hè? Ja, voor de zomershow. Ja, voor de avondshow helemaal. En helemaal, oh ja, ja, klopt. En ja, natuurlijk ook volgende week de tweede seizoen voor jullie. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. En vanaf volgende week zeker kijken vanaf 7 uur 's avonds. Ja. Dan gaan we eerst naar het intro. Oh nee, wat doe ik nou weer? Ik bedoel, Remco's 5 minuten van deze dag. Ja. Ik was een beetje te enthousiast over het weekend, denk ik. Nee, Remco zijn 5 minuten van de week. We gaan het hebben over, GGD. Want GGD doet weer aangifte van bedrijven voor vaccinatiemedewerkers door complotdenkers. Koepelorganisatie GGD Gnor Nederland heeft aangifte gedaan bij de politie omdat haar medewerkers worden gedreigd door de complotdenkers. Leden van de Telegram-groep Batavers Republiek deden de namen van de gevaccineerde medewerkers van de organisatie met elkaar. Met oproepen als ruim deze moordenaars van de straat, jagen maar en alles kan kapot. Nicolot Richter, die bij de GGD over de aanpak van de corona-uitbraak gaat, zegt dat de organisatie de bedreigingen hoog opneemt, de veiligheid van onze medewerkers hoopt op enkele manier in het geding te zijn. Onze mensen zetten zich al maandenlang in om het coronavirus te bestrijden. Ze verdienen respect en waardering in plaats van opgejaagd en intimideerd te worden. Oké, hoe vind je dat van? Vind ik wel heel erg eigenlijk, ja. Nou. Ja. Ja, ik weet niet echt precies waar het over gaat, want gisteren moesten we even snel doorheen jagen, want dat is best wel niet leuk eigenlijk. Nee. Van die complotdenkers. En dat is heel stom. Ja. Je mag zelf weten of je vaccinatie neemt, toch? Of ja, precies, vind ik ook. Hoe moet ik dat zien? Hoe moet ik dat zien eigenlijk? Oké. Ja, niet best. Maar iedereen moet zelf weten toch of je gaat vaccineren of niet. Dat vind ik.
Sommige mensen bepalen niet of je een vaccinatie moet hebben of niet. Ik vind het schandalig. Leuk. Ik vind het ook schandalig, ja. We gaan naar het volgende web. Waar renkels zijn. Nee, de Amstel natuurlijk. Oh, sorry. Ja, natuurlijk, deze week is het nieuw gekomen. Dat hebben we misschien allemaal meegekregen. Oranje ligt eruit. Ja, mensen, Oranje ligt eruit. Was een kansloze wedstrijd, echt normaal. Tiental Oranje uitschakeld in de achterfinale EK door Tsjechië. Het Nederlandse elftal bij het Europese kampioenschap blijven steken in de achterfinale. Tsjechië was in Boedapest met 2-0 te sterk voor de Oranje. Wat vanaf 55 minuten met 10 man speelde naar een rode kaart van Matthijs de Ligt. Oranje begon de stormachtig in de met 55.000 toeschouwers uitverkocht derhalve sfeervolle Puska Arena. Al binnen 1 minuut was er een eerste kans toen Denzel Dumfries vogelvrij opdook bij de tweede paal. De voorzet van Donjem Malen dus, die de voorkeur had gekregen boven Wout Weghorst, was echt een iets te scherp. Hoe vond jij de wedstrijd? Ik heb niet gekeken. Oh, nee, natuurlijk moet ik dat natuurlijk ook wel weten natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb wel gekeken, maar ik vond het echt oerslecht. Ja. En natuurlijk is Frank de Boer ook weggegaan bij het EK, dus dat is ook een minpuntje. Maar ja, Frank de Boer was ook niet echt heel goed. Wie denk jij dat Nederland kan helpen tegen voetbal aankomende september? Oh, ik heb geen idee. Ik heb volgend dan niet, dus je weet het misschien beter. Ja. Ja, ik denk zelf Wesley Sneijder. Kan misschien fout hebben, ja. Want die vond ik best wel goed, zeg maar, toen die tijd. Maar nee, ik ben heel benieuwd en wat een gevaarlijke zone. Want vanaf september, voor september moet natuurlijk eigenlijk voor augustus moet eigenlijk een nieuwe bondscoach worden, want ze gaan aankomende september hebben ze groepfases voor het WK voor 2022. Dat duurt nog even, maar ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen, zeg maar. Maar het volgende web gaan we natuurlijk hebben over de quarantaineplicht. Die hoeft niet meer. Bijzonder. Geen quarantaineplicht meer. Nee mensen, geen quarantaineplicht meer. Bij hoge risicogebieden in Europa, dus onder andere Spanje. Reizigers uit hoge risicogebieden binnen Europa hoeven vanaf donderdag niet meer in quarantaine bij terugkomst in Nederland. Zo met het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Landen als Spanje en Noorwegen blijven nog wel oranje. Okay. Net als de Portugese hoofdstad Lissabon. Het dringende quarantaineadvies wordt echter geschrapt bij alle reizen binnen de Europese Unie. Dus ook de hoge risicogebieden binnen de EU. Nou, dan zou je toch ook zeggen dat Spanje en Noorwegen, want die blijven ook oranje. En ja, ik vind het zelf een slecht idee. Eerlijk. Want het is niet echt handig, want als je wel corona krijgt, zeg maar, maar je bent onder druk aan een risicogebied, een hoger risicogebied, en natuurlijk heb je natuurlijk ook die Delta variant die straks in het najaar hier misschien hier komt. Ik hoop het trouwens niet, hè mensen. Ik hoop het echt niet. Dan moeten we echt oppassen. En dan een quarantaineplicht die niet meer hoeft. Hoe vind jij dat? Geen quarantaine meer plicht? Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Want mensen gaan toch meer reizen en maakt toch niet meer uit waar ze gaan een quarantaine moeten ofzo. Ah zo. Ja. Denk ik hoor, denk ik er zo over. Ja, ja. Ja. Is goed. Ja. Ja, jij niks met corona, hè? Nee, ik heb niks met corona. Nee, ik begrijp je ook wel. Ja. Want het is natuurlijk al heftig genoeg geweest in het afgelopen jaar. Dus ik kan je wel begrijpen. Ja. Ik kan je wel begrijpen. Dus als je bijvoorbeeld naar een land gaat waar hoog risicogebied zou zijn, dan ga je niet in quarantaine. Zeg maar. Dan hoeft het niet meer, toch? Nee. Maar ja. Lastig, ja. Ja. Snap ik. Ja. Reizigers hebben nog wel een QR-code nodig die in de Coronacheck-app aan te vragen is met een vaccinatiebewijs. Nou, dan zou je dat zeggen, want als je een vaccinatiebewijs hebt, dan zou je zeggen dat je dan best wel veel maakt. Of hoe moet ik dat zien? Ja, je hebt negatieve test van, oké. Negatieve testuitslag of herstelbewijs na een coronabesmetting. Dus ja,
Staat er helemaal. Ja. Ja, we gaan naar het volgende web. We gaan het hebben over Mathijs van der Poel. Over de Tour de France. Tour de France. Ja, natuurlijk. Gaat goed hoor. Ja. Tour de France. We gaan hebben over de Tour de France. Want Mathijs van der Poel. Die heeft gisteren natuurlijk gewonnen. Met als snelste in de Tour. Hij heeft geel te pakken, dus dat is wel mooi. Mathijs van der Poel, of hoe je het ook noemt, mag morgen weer rondfietsen in de felgebegeerde gele trui. De Nederlander wint de finale van de zesde etappe zonder kleerscheuren door te komen en maakt het in de laatste kilometer weer deel uit van het sprintterrein van Jasper Philipsen. Van der Poel had na afloop in een flash interview over een pittige stad. Het was een zwarte stad aanzien ook een gevaarlijke groep wegreed. Na een inreken van deze groep verliep het allemaal oké. Richting de Finland. In de finale deed ik wat ik kon doen. Maar we raakten elkaar kwijt net voor de laatste bocht. Ik moest even wachten en daarna reden we weer voor. Volg jij de Tour? Ook niet. Ook niet? Nee. Wat ga je wel volgen? Olympische Spelen? Nee, ook niet. Dat is allemaal... Ja, anders moet ik het allemaal volgen. Ik vind muziek heel leuk. Oh ja. Iets een hobby, hè? Het is eigen hobby, ja. Ja, ik volg het wel even. Ik vind het wel mooi hoe ze daar fietsen en zo, over die heuvels en zo. En... Hoe ze struikelen, nee. Ja. En over bergen, want ze moeten ook langs de Pyreneeën. Ja. Als ik dat goed zeg, want voor ik kreeg een klacht van mijn vaders. Die zei van, je moet het wel goed zeggen. Oh ja. Niet een piramide, maar Pyramide. Pyreneeën. Pyramide. Ja, dat zit net onder, net boven Spanje, daar heb je Pyreneeën. Oh ja. Met een hele hoge bergen. Ja. Dat is, dat vind ik wel interessant. Ja. En de Alpen. Prachtig. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja. We doen eigenlijk vier, maar vanavond even nog één. Ja. Over terugblikken op dit seizoen. Oh ja. Ja, mensen, wat vond je van dit seizoen? Ik vond... interessant en leuk en gewoon de verhalen wat wij bijpakken is altijd indrukwekkend. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben altijd, we proberen altijd goede informatie te brengen en het is soms wel lastig om goede nieuws bij te pakken. Ja. Ik heb het gehad op 7, dus daarom ben ik even snel doorheen gegaan. Dus maar ik zal even kijken wat ons opgevallen is. Ja, precies. Want we weten nog allemaal, die eerste lockdown. Oh, toen met de harde lockdown, toen we allemaal in quarantaine zaten. Ja. Wow, man. Die video is echt keihard gegaan. Ja. Die is, je wil niet weten mensen, maar die is rond de 1000 weergaven. Ja. Dat is echt knap. We gaan even laten zien mensen, kleine stukje daarvan. Ja. Toen we allemaal in quarantaine zaten en dat was niet best. Nee. Dat was echt niet best. Ja, goedenavond. Welkom bij deze uitzending van de avondshow, aflevering 4. Dat gaan we alweer berekend nieuws, want we zitten namelijk sinds donderdag, net sinds maandag, zitten we in quarantaine. Zes mensen zijn helaas naar het coronahuis verplaatst inderdaad. Ja. En hoe ervaar jij het, Mitchell? Ik vind het wel sneu voor de anderen dat ze overgeplaatst zijn. Ja, het is beter voor hun dan dat wij besmet raken. Ja, Remco. Ja, ook wel. Het is het beste voor hun. Het is echt brekend nieuws. We hebben hier zometeen ook een begeleider die hier is. Zit. Die hebben namelijk zometeen een gesprekje mee over het corona-uitbraak en zo. Dat we hier nu in zitten. En we gaan over naar. We gaan over naar de microfoon. Ja. Mevrouw. Camera. Ja. Mevrouw. Hallo. Hallo. Goedenavond. Hoe ervaar u het?
Nou, dit is voor ons natuurlijk en voor iedereen is dit echt wel even heel wat anders. Hè? We hebben heel lang gehoopt en gewenst dat wij natuurlijk vrij zouden blijven van het virus. En toch onverwachts, als een donderslag bij heldere hemel, werden we geconfronteerd toch met een positief getest cliënt, omdat hij ziek was. Hij was ziek, hij had andere klachten en moest toch opgenomen worden. En dan is het bij het ziekenhuis zo, het protocol zegt dat er vooraf dat ze naar in de ambu gaan, wordt er getest. En al vrij snel bleek dus dat hij positief was. En dat was maandagavond en dat was echt wel behoorlijk schrikken. Meteen gingen alle alarmbellen en alle protocollen in werking. Hè, want iedereen moest op de hoogte gebracht worden, vooral jullie. Omdat jullie 's morgens vroeg, dinsdagochtend, gewoon normaal naar je werk gaat. 7:30 zijn jullie of nog eerder de deur uit. Dat kon u niet, want natuurlijk, alles ging in quarantaine. Ja mensen, dan doen we even met deze microfoon. Technische fout was dat, ja. Ja mensen, dat is best wel heftig wat er is gebeurd natuurlijk daar. Toen waren we allemaal in een quarantaine en we konden helaas niks doen. Dat was echt niet best. Mijn kwartier zit er nu op. Nu begint de middags zijn kwartier. Ik zal even wat dvd's pakken en dan kan ik dit ding even hier neerleggen. Ja. En dan, hoe gaan we dat doen? Gewoon, afkoppelen zo. Ja. We gaan eerst naar pauze toe. Dan, komen we zo meteen weer terug. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo mensen, we zijn er weer en nu begint minstens zijn 5 minuten tot deze dag. Ja. Yes, oké. Technische fout kan altijd gebeuren, toch? Ja. En we gaan naar de kerkinkum. Vriendengroep van Tim, 20 uit Enschede, test massaal positief getest na een feest in Aspen Valley. Het is een grote chaos. Tim, 20 en zijn vrienden konden zaterdagnacht eindelijk weer lekker losgaan in de discotheek Aspen Valley. Maar er komen nu bedrogen uit. Liefst 9 van de 18 vrienden testen deze week positief. Op corona GGD Twente bevestigt de problemen. Wat vind je ervan, Remco? Ja, best wel heftig. Ik zou eigenlijk... ik ga maar even... eigenlijk zou ik zeggen... Als je bijvoorbeeld naar zo'n feest gaat... En je wilt geen vaccinatie bijvoorbeeld... Laat dan alsjeblieft eerst een test doen. Voordat je naar een feest gaat, zeg maar. Oh, zo, ja. Ja, want...
nu hebben we dit, nu krijg je dit. En ja, dan kon je eigenlijk ook eerder over nadenken, zou je dan zeggen. Ja. Dus eigenlijk wel best wel stom eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. Hoe vind jij het? Hoe vind ik het? Ik vind gewoon als je vooraf moet testen en dan naar een feestje gaan, toch? Vind ja, ik. Precies. Ja. Dat is zo stom vind ik dat. Maar ja, goed, ja. Maar ja, het is niet anders. Mensen zijn zo nuchter als... hoe noemen we dat? Ze zijn een beetje... Een beetje lak, zeg maar. Lui om te laten testen. Zeg maar. Mm-hmm, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Eigen schuld. We gaan eens maar naar het volgende onderwerp, hè? Ja. 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 Goed aan. Henk, waar ga ik het over? Die camera, hè. Hij gaat over twee mannen hebben. Ja. Nee. Dan gaat het over een mijn professor start een Nijmeegse broedplaats voor baanbrekende kankerbehandelingen. Wat ik in Amerika leerde, wil ik hier toepassen. In Eindhoven een behandelmethode tegen kanker en heftig ontstekingsreactie. Of een hogere slagingkans bij orgaantransplantaties. Die Eindhovense wetenschapper Willem Mulder ziet tal van medische mogelijkheden voor immuuntherapie. Een nieuwe broedplaats met ideeën tot wasdom brengen. De broedplaats in incubator is een idee van Mulder. En Mihai professor bij de Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Het initiatief krijgt de naam Biotrip, wordt gesteund door de TU. TUI. De TU. Oh. TUI en het Radboud UMC. De eerste instantie gaat de Biotrip aan de slag met de patiënten die deels zijn ontwikkeld door Netia en Mulder, die zich aanstelling heeft bij de TUIE en het Radboud UMC. Maar ik wil de komende 15 jaar ook een jonge mensen helpen die ideeën concentreren. Via Biotrap zegt hij, ik hoop steeds meer begeleidende rol te krijgen. Pendelen tussen Amerika en Nederland. Tot voor kort werkte Mulder 44 deels vanuit Eindhoven en deels vanuit Amerika. Hij werkt 15 jaar van Mount Sinai Hospital in New York. Tweede van Remco. Nou. Ja, het gaat over het woord kanker, toch? Ja. Onderzoek. Dat is eigenlijk best wel mooi. En eigenlijk, eerlijk gezegd, een beetje laat. Maar als je kijkt hoeveel mensen al dood zijn door kanker. Ja. Ja. Dat is eigenlijk niet echt, niet best eigenlijk. En dat ze daar nu pas eigenlijk onderzoek aan meedoen, vind ik wel een beetje laat. Hoe vind jij het? Ik vind... ze doen een groot onderzoek. Dat vind ik wel een mooie aan de onderzoeken. Dat ze vooruitkijken. Dat ze betere implantaties ontwikkelen. En dat ze betere vooruitzichten boeken, zeg maar zo. Ja. Maar ja, dat is wel laat, vind ik zelf. Dus. Aanvulling, ja. En dus ja, dat vind ik wel raar dat het zo laat is. Want het was al 20 jaar geleden al in Nederland. Dus. Ja, dat ja, klopt. Dus daar dacht ik wel aan. Is goed. We gaan naar het volgende onderwerp. Ja. 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 Oh ja, we gaan... Camera. Een camera, ja. In de resten van... Een 5000 jaar oude jager verzameld hebben
wetenschappers de oudste peststam ooit ontdekt. De ontdekking geeft meer inzicht in hoe de pest, die in de middeleeuwen de helft van de Europeanen fataal zou zijn geworden, evolueerde. Wie aan de pest denkt, denkt ongetwijfeld aan de middeleeuwse prenten, waarop talloze mensen met de grote buiten op bulten op het lichaam op bed rusten en de dood in de vorm van een skelet of een man met een zeis, vaak pontificaal staat afgebeeld. Het maakt in een oogopslag duidelijk dat de ziekte veroorzaakt door de bacterie. Yersinia pestis een razend tempo om zich heen greep. Een korte tijd veel dodelijke slachtoffers maakte, maar zo is het niet altijd geweest. Zo tonen onderzoekers in het blad Cell Reports aan jagers, aan verzamelaars. In het blad presenteren ze ontdekking van de oudste stam van Yersinia pestis, die tot op heden is teruggevonden. De stam is aangetroffen in het resten van een jagerverzamelaar die zo'n 5000 jaar geleden leefde in het nu Letland is. De resten van de man werd aan het eind van de 19e eeuw samen met de resten van de tweede overledene al opgegraven. Kort na opgravingen verdween de rest van in 2011 weer op te duiken. In privécollectie van een Duitse antropoloog na de herontdekking van de resten van de twee jagers en verzamelaars volgde een nieuwe opgravingen in hetzelfde gebied en het resulteerde in de ontdekking van de twee overledenen waarschijnlijk deel uitmaakte van dezelfde groep jagers en verzamelaars die Duitse onderzoekers besloot het genoom van de vier in kaart te brengen en gelijk na te gaan in welke bacteriën de virussen de vier op het moment van overlijden bij zich bedroegen. En te ontdekken ze bij een van de jagers de verslaams Epistis. Wat vind je ervan, Remco? Ja, wat vind ik daarvan? Ja, dat gaat even over de ziekte pest die in die tijd leefde. Maar ja... ik wist zelf dat dit nooit was eigenlijk. En nu dat ik dit allemaal lees en zo. Zo, het gaat nog heel lang door trouwens. Ja. dan ga ik er wel op letten, zeg maar. Hoe die tijd was, zeg maar. Het is al heel lang geleden natuurlijk, dit is over de middeleeuwen. Ja. Maar sommige mensen zeggen pest. Maar ik wist nooit wat het eigenlijk betekende. Ja. Ja, dat denk ik niet over na, zeg maar. En dan, ja, als je dit leest, ja. Dan weet je wat je zegt dan. Dat is wel mooi. Dat ze daar een onderwerp van maken, zeg maar. Ja, okay. Maar, ja. Mooi, mooi. Ja. Doei. Ja, doei. Ja. En dan gaan we naar de camera weer. En dan gaan we naar de laatste versie van... Even kijken, de avond, ja. Politie vindt 1 miljoen euro in vrachtwagen op de A58 bij Oorschot. Vandaag om 5 over... Ik moet niet te lezen, want dat is allemaal... Wat anders. Allemaal gemaakt, zeg maar. Oh ja. Op de A58 Oorschot is afgelopen vrijdag 1 miljoen gevonden in een vrachtwagen. Bij de controle van de agenten een kartonnen doos. Met er daarin het... enorme bedrag in briefgeld. Die fondsen werd donderdag pas door de politie bekendgemaakt. Een logische verklaring, dit bedrag was verdiend. Ontbrak daarom werd het hele bedrag afgepakt. Twee verdachten die in een vrachtwagen zaten werden aangehouden, zo laat de politie weten. Het gaat om een man van 57 uit Bokstel en een 55-jarige Rotterdammer. De man uit Borstel wordt verdacht van witwassen van de handel in verdovende middelen. Van de Rotterdammer is nog onduidelijk wat zijn rol is. Het kan volgens de woordvoerder van de politie ook zijn dat hij niks met de zaak heeft te maken heeft. Maar er wordt nog onderzocht. De man heeft weer vrijgelaten. Een lopend drugsonderzoek zette de politie op het spoor.
van de man uit Boksel die achter het stuur van een vrachtwagen zit. De man Rotterdams zit bij hem in de truck. Beide mannen zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van de resultaten voor verder onderzoek. Wat vind je ervan, Remco? Ja, mensen zijn soms hier niet slim. Nee. En nemen ze dit soort speel mee. Ja. Ja, een beetje een kinderachtig gedrag vind ik zelf. Want er zijn van die mensen die wappies, die stelen zo vanuit de bank wat geld mee. Maar ja, ik vraag me af waarom staat er niet in dit bericht van waar het geld vandaan is gehaald eigenlijk. Dat vind ik ook best wel raar, zeg maar. Dus dat is mijn mening eigenlijk. Dat is goed. Ja. En dan gaan we op de gitaar spelen. Ja, hoeveel nummers ga je doen? Twee of zo. Oh, twee. Mooi. Ja. Mooi. Zal ik dan... Ja. Mooi. Twee nummers. Lekker hard. Ja. Mitch gaat nu even een nummer spelen op zijn gitaar. Ik ben heel erg benieuwd. Hij, gisteren toen was hij een beetje een storing, toch? Of, Wat was dat toen, weet ik nog wel. Achter de schermen, greenscreen. Ja. Kijk, als je deze camera doet, dan zie je het wel. Ja, precies. Ja. Nee, dan doen we deze camera maar. We stemmen nog. Is goed, we gaan eerst naar pauze toe. Mitchell gaat nu een nummer spelen op zijn gitaar. Hier komt een Mitchell met een improvisatienummer. Hier komt Mitchell, yo. Yes, nice man. Nice. Dan komt er nog een volgende nummer, denk ik. Ja. Nou, hier komt Mitch op met het volgende nummer. Het laatste nummer? Ja. Het laatste nummer. En dan gaan we door. Nou, hier komt Mitch op. Ja. Thank you.
Yes, bedankt Mitch voor dit seizoen van de avondshow. En hij is er volgende week weer met de zomershow samen met Ilona. Oh, mag ik hem naast zetten? Ja, ja. Oh, oeps, bijna wel. Daar ga ik straks klappen. Nee, dit was de avondshow. Wij zijn er 6 augustus weer met een nieuwe aflevering van de avondshow. En vanaf volgende week zijn Ilona en Mitchell met de zomershow. Tot volgende. Over 6 augustus. Doei doei.